De gemeenteraad van Asten hield op woensdag 29 september een themaavond over discriminatie en inclusie in de nieuwe aula van het Varendam College in Asten. Deze bijeenkomst was voorbereid door een brede raadswerkgroep bestaande uit de initiatiefnemers Soukena Sabar en Gijs de Jong en de raadsleden Lilian Vossen, Ellen Berkers en Marcel van Oosterhout. De themaavond trok zo'n 80 bezoekers. Mijn naam is Niel Beetsen. Ik ben gevraagd om vanavond deze themaavond te hosten. Het gaat over discriminatie en inclusie. Een simpele vraag. Is er sprake van discriminatie in Asten? Is Asten inclusief? Nou, daar gaan we vanavond proberen achter te komen. Burgemeester Van Exel, wat vond u van deze avond? Ja, ontzettend waardevol. Mooi om te zien hoe mensen betrokken zijn bij Asten en wat eigenlijk al voor initiatieven zijn. En dat mensen met elkaar, want dat was eigenlijk wel het belangrijkste woord, samen communiceren, elkaar beter leren begrijpen. En daar is deze avond echt een goede aanzet voor geweest. Ja. Ik hoorde op een gegeven moment van het trefpunt discriminatie. Er waren in 2020 twee meldingen voor discriminatie. Even dacht ik van, wat doen we hier eigenlijk? Ja, dat klopt. Maar vaak is het ook natuurlijk wel dat het nog niet zo goed bekend is. En misschien, dat durf ik niet te zeggen, maar het is wel een punt om even verder over na te denken. Om te kijken van hoe komt het dat er nu maar twee zijn en hoe kunnen we dat verbeteren? Ja, want er is natuurlijk meer discriminatie dan die twee. Daar ga ik wel van uit, helaas. Helaas moeten we daar wel van uitgaan, ja. Maar discriminatie is van alle tijden. Je kunt het niet weg uitbannen. Nee, dat weet ik. Maar er zijn natuurlijk heel veel dingen die we niet uit kunnen bannen. Maar we moeten er wel voor zorgen dat we zoveel mogelijk, dat mensen ook durven zeggen dat ze het gevoel hebben gediscrimineerd te zijn. En dat wij er ook wel met z'n allen aan de preventieve kant proberen iets aan te doen. Ja, maar als u zo beluistert allemaal, dan zit het naast redelijk goed, hè? Met inclusie en antidiscriminatie. Ja, ik moet zeggen, het was een hele hoopvolle avond. Soukena Sabar en Gijs de Jong. Dit was de avond die jullie voor ogen hadden? Ik denk het wel. Volgens mij een geweldige opkomst, een volle zaal en heel veel goede gesprekken. Dus wat mij betreft wel. Jij? Ja, ik vond het zeker geslaagd. Ik ben blij met de hoeveelheid mensen die er zijn gekomen. Het waren superleuke gesprekken, boeiende uitkomsten en ik ben er heel blij mee. Goede uitkomst? Wat is de uitkomst dan? Wat is je belangrijkste leerpunt van deze avond? Ik denk dat heel veel mensen het een belangrijk onderwerp vinden en er ook echt hun best voor willen doen. En daar begint het toch altijd mee. Maar ook dat er gewoon op elk onderdeel wat we besproken hebben ook gewoon concrete dingen waren die je kan doen. Dus soms is het op de agenda zetten, soms is het een lijntje tussen een sportvereniging en de gemeente. En soms is het gewoon een meldpunt kenbaar maken. Het kan hele praktische vormen hebben. Ja, je zat zelf bij de rondetafelgesprek bij sport. Wat was het meest opvallende wat je gehoord hebt? Ja, dat er ook heel veel dingen goed gaan. En dat eigenlijk sport, maar dat geldt denk ik ook voor onderwijs en horeca, dat er ook vaak plekken zijn waar verschillende culturen elkaar ontmoeten en waar dus heel veel goed gaat. En het is dus ook een beetje de uitdaging om alles waar het goed gaat, om dat door te vertalen naar de plekken waar het soms misschien wat minder goed gaat. Ja. Dus ik vond hele mooie voorbeelden dat sommige besturen zeiden, we hadden eigenlijk nooit een meisjeskleedkamer. Belachelijk anno 2021, die moet er gewoon zijn. Ja. En een ander zei, we hadden het nooit op de agenda staan, maar dat gaan we nu wel eens doen. Nou, dat zijn mooie stappen. Ja, ik hoorde ook in gesprek met Johan Bakers, dat ze een witte vereniging zijn, dat zijn ze wel, dat beseffen ze goed, dat er iets moet gebeuren. Ja, maar het is ook een beetje de ontwikkeling, denk ik, die er in verenigingen zit. En voetbal is natuurlijk traditioneel een hele toegankelijke, laagdrempelige sport. Een goedkopere sport ook dan tennis misschien. Ja, dus het is ook per sport kijken wat het meest helpt bij die sport. Ja. Soukena, je zat in het onderwijs, onder tafelgesprek. Hoe ging dat daar? Wat viel jou op? Het viel mij op dat het het was sowieso een leuk gesprek. We hebben bijna alle stellingen behandeld. Maar wat mij het meest opviel is dat samen wel elke keer terugkwam in de antwoorden die wij kregen. Samen in gesprek gaan. Samen op zoek naar oplossingen en met elkaar blijven communiceren. Dat is wel het belangrijkste wat wij ook al vanaf het begin hebben geroepen. Maar ook wat uit de groep kwam. Dus dat is wel mooi om terug te zien. Ja, nou is deze avond voorbij. Er moet een vervolg komen. Wat gaat er verder nog gebeuren? Ja, we gaan alles, we hebben heel veel opbrengst uit de bijeenkomst. Die gaan we samen met de werkgroep gaan we die evalueren. En verder brengen zeg maar, naar concrete actiepunten. Maar we gaan vooral ook met de diverse groepen, met de sport, met het onderwijs, met de horeca, kijken hoe we dat samen ook verder kunnen brengen. Want je merkt ook dat iedereen echt wel ook dit onderwerp zelf verder wil brengen. Omdat ze belangrijk vinden dat Asten
een inclusief dorp. Klinkt raar inclusief misschien, maar gewoon open voor iedereen. Iedereen moet, mag meedoen die wil. Nou, dat willen we zijn met z'n allen. Ja, maar ook even van de conclusie is dat Asten het vrij goed doet, hè? Op dat gebied van discriminatie. Zeker, maar we doen het ook niet omdat het slecht gaat in Assen. We gaan het doen omdat we het goed willen houden in Assen. En dan kan dit meehelpen. Lilian Vossen, je zat in een rondetafelgesprek van horeca en bedrijven. Wat kwam daaruit? Eigenlijk dat de horeca hier in Assen eigenlijk ontzettend toegankelijk is voor heel veel mensen. Dat dat heel erg fijn is. Dat er wel heel erg duidelijk gekeken moet worden bij het aannamebeleid. Dat er alle mensen aangenomen worden, dus ook met andere namen. Op dit moment geen probleem, want er is heel veel vraag in de horeca. Dus er kunnen heel veel mensen aan het werk. En wat er verder nog als tot slot naar voren kwam. Dat het leuk is om iets te gaan organiseren. Waarbij de horeca betrokken wordt, maar waarbij ook andere mensen bij betrokken worden. Een soort zomeravondactiviteit, maar dan met landenthema's bijvoorbeeld. Dat is volgens mij ook een stokpaardje van Lilian Vos, of niet? Daar heb je wel zin in. Ja, daar heb ik zeker zin in. Als er maar muziek bij is en lekker dansen en zingen. Veel leuke mensen, veel gesprekken. Ook bij ons kwam naar voren. Veel met elkaar in gesprek gaan. En met elkaar over elkaars culturen praten. Dan leer je elkaar ook kennen. En dat was eigenlijk wel het belangrijkste dat bij ons naar voren kwam. En wanneer gebeurt die dag? Daar gaan we nou binnen de gemeente nou eens een keer over hebben. Want dan kunnen we het natuurlijk niet zeggen, dat gaan we morgen doen. Maar we zouden het wel heel graag op willen pakken. En kijken of we daar bijvoorbeeld met de ONIS een connectie kunnen maken. Die doen al zo'n activiteiten. Of we daar iets meer mee kunnen doen. Zodat we in Asten mooie festivals kunnen organiseren. Of dagen of iets in die geest. Ja. Marcel van Oosthout, je had cultuur en welzijn. Wat viel jou op in die gesprekken? Nou, wat bij ons opviel in die grote tafel is dat er wordt gezegd dat we meer met elkaar in gesprek moeten. Om begrip op te wekken, hè, voor elkaar. En dat we ook elkaar dan ook meer kunnen tolereren. Er is in de wijken denk ik heel veel onbegrip omdat ze elkaar niet kennen. En dat was eigenlijk de belangrijkste boodschap die uit deze tafel kwam. Eigenlijk heel simpel, hè? Eigenlijk heel simpel. Want je ervaart op meerdere plekken, dat zijn maar met elkaar in gesprek gaan. Dat er dan meer begrip getoond wordt voor elkaars culturen, elkaars doen en laten. Ja. En dat is wel heel belangrijk. Ja, dus in het vervolg, met jullie groep, gaan jullie verder op dat punt? Ja, ik denk dat dit thema in een volgende sessie die we hopelijk nog een keer kunnen houden, dat weer naar voren komt en dat we zeg maar, daar ook over kunnen praten. Adam Berkers, hoe kijk jij terug op deze avond? Nou, ik vond het een hele fijne avond. Wij zijn heel erg blij dat er zo'n mooie opkomst was. Dus dat is de eerste winst van de dag. Wij vonden ook deze aanpak als raadsleden in gesprek gaan met de mensen over een thema wat zo belangrijk is in de gemeente. Dat vonden wij ook belangrijk. Dus het is voor ons niet alleen het thema op zich, maar ook het in gesprek gaan met de inwoners van Asten. Zaken ophalen en die straks ook in ons beleidsplan als het gaat om sociaal domein mee gaan pakken. Ja, dat is in ieder geval ook een belangrijke winst. Ik hoop dat we dat nog vaker kunnen gaan doen. Ja, ik zei eigenlijk bij conclusie, wat vond u van deze avond toch bij een mooie locatie? Ja, ik zag inderdaad bij binnenkomst dat een aantal mensen ook nieuwsgierig was naar hoe het er van binnen uitzag. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb hier op school gezeten en die nieuwsgierigheid had ik zelf ook. Maar goed, die mensen die dat zeiden, die zeiden ook meteen erachter, ja, maar daar kom ik niet alleen voor. Dus dat stelt me gerust. Maar het is wel een locatie om zulke avonden over meer onderwerpen te gaan hebben. Zeker. Ja, zeker. Wij zouden graag, denk ik, kijk even mijn medestanders aan, graag hier nog vaker gebruik van maken, denk ik. Ja. Robert Wijmans, directeur van het Varendom College. Ik zag bij de conclusies ergens staan, mooie locatie. Ja, een locatie natuurlijk waar wij op dit moment erg trots op zijn. En die voor een deel herkenning oproept bij met name de inwoners van Assen die hier op school hebben gezeten. Als ze rondlopen dat ze zeggen van, hey, het is veranderd. En dat is een compliment denk ik ook voor ons. Dat is ook voor een deel de bedoeling geweest. Maar het is vooral ten positieve veranderd. We hebben onze school ingericht op het onderwijs van de toekomst. Ja. Even het onderwerp discriminatie, inclusie. Hoe gaat het Varendom College daarmee om? Nou, op het Varendom College is het natuurlijk al jaar en dag onderwerp van gesprek, van discussie in de lessen, bij de mentoren, bij docenten, met name ook bij de leden van het begeleidingsteam. Nu is het even extra in de aandacht en dat is voor ons dus ook het moment om daar ook extra aandacht aan te besteden. Maar
voor ons zit het in het dagelijks werk, in het dagelijks programma. Ja, maar ik hoorde iets van dat jullie met een boek van Chabot aankomen zetten. Ja, drie collega's van mij die hebben een leuk initiatief ondernomen om te zeggen van nou, als we dan toch moeten laten lezen voor de lijst, dan willen we ook dat kinderen er niet alleen een leesbeleving aan overhouden, maar daadwerkelijk hè, dat we ze ook een maatschappelijk thema, dat we dat bespreekbaar kunnen maken. En met name hè, vanwege de populariteit van Bart Chabot, van zijn zoon, gaat het erover hè, van, op welke manier kun je nou jezelf zijn. Hè, en dat geldt voor alle leerlingen bij ons op school. Nou, vanuit dat thema is eigenlijk Confettiregen gekozen om dit jaar te lezen in HAVO 4 en in VWO 4. En nou, dat boek hebben we aangeschaft. Splinter Chabot, kom bij ons naar school. Oh ja. Helemaal mooi hè, om met die leerlingen het gesprek aan te gaan. Ja. Ja,